Nou ja, zoals je weet hebben we in Almelo het CA. Dat is de vereniging die de belangen behartigt en ook de activiteiten organiseert voor de binnenstad. Maar in Nederland draaien op het moment 300 bissen. Dat is een wat professionelere manier om een binnenstad te organiseren. En dan gaat het ook om, wat ook belangrijk is de rechtvaardigheid van de heffing. Nu betaalt een kleine zaak die in het centrumgebied zit hetzelfde bedrag als een hele grote zaak. En de BIS die heeft het verschil dat ze dat gaan doen op basis van de OZB. De reclamebelasting vervalt dan en de BIS komt daarvoor in de plaats. Het BIS-gebied wordt ook iets groter als het gebied van de reclamebelasting en het rondje Noord. Wat wel niet meer bij het kernwinkelgebied hoort, maar dat is wel een volwaardig winkelgebied. En die doen ook gewoon mee in de BIS. Dat wil zeggen, als de ondernemers een ja tegen zeggen. Dus januari wordt een hele belangrijke maand. Dan komt de zogenaamde draagvlakmeting. En daar kunnen we ook zeggen of alle moeite die we gedaan hebben in de laatste anderhalf jaar om die BIS te organiseren, of dat ook zijn weerklank vindt bij de ondernemers. Ja, we moeten de helft van de ondernemers moet meedoen en van die helft moet 2/3 voor de BIS zijn. En anders gaat gewoon het feest niet door. Maar ik ga er niet van uit, omdat we ook dit opgezet hebben met een projectgroep vanuit de ondernemers in de binnenstad, uit de grote en kleine ondernemers. En die waren tot nu toe allemaal enthousiast. En dat zijn eigenlijk onze ambassadeur, onze voelhorens. Ja, maar als je voorzitter er geen vertrouwen in hebt, als je er anderhalf jaar aan getrokken hebt, dan kan ik beter inpakken. Dankjewel Marinus, dankjewel.